Nou kijkers, hier staan we dan bij de Bergplaats op een schitterende zonnige dag, zaterdag 9 juni. En naast mij staat Nick Huyts, een van de initiatiefnemers van de motortoertocht van de Buikschuivers. Goedemorgen Nick. Goedemorgen. Vertel eens, hoe voelt dit? Ja, dit voelt heerlijk. We zijn begin dit jaar begonnen. In feite ben ik alleen gestart. Inmiddels hebben we via Facebook al zo'n 3500 volgers. En organiseren we ook ritjes zoals vandaag. En je ziet het, ja, de opkomst is mooi. En ja, dus dat voelt super. Ja, heerlijk. Natuurlijk hadden we gehoopt op meer deelname, maar ja, dat weet je niet met het weer. Het weer was afgelopen week slecht. Maar ik denk toch dat je mag terugkijken hier op een hele mooie deelname. Absoluut. En vooral voor de eerste tocht. Ja. En hoe is het eerste stuk van de tocht verlopen? We zijn gestart in de parade Den Bosch. Ja, het was vlekkeloos verlopen. We hebben daar verzameld om 10:30, 10:30. Even een praatje gemaakt met elkaar, even de route doorgenomen en gewoon een gezellig praatje gemaakt. En vanaf daar zijn we vertrokken richting de Bergplaats, langs de Maas, over de dijk. Ja, gewoon prachtig. Het weer is super, weinig verkeer. Heerlijk, ja, dat is waar we het voor doen. Dus het is nog maar net begonnen en je kunt eigenlijk nu al spreken van een groot succes. En dan hebben jullie de rest van de dag nog voor je. Kun je ook een beetje uitleggen waar jullie nou verder nog naartoe gaan vandaag? Ja, we rijden dadelijk richting Ravenstein. Ook weer via de Maas, hè, van die lekkere dijkweggetjes. En vanuit daar zullen we naar Graven rijden. Daar gaan we een rustpauze inlassen met een broodje en wat te drinken. En vanuit Graven gaan we weer verder naar Bergendal. Ook een prachtige omgeving voor onze motorrijders. En na Bergendal hebben we nog een stukje in petto. Een klein stukje Duitsland, Kleve. En daarna gaan we de terugweg weer inzetten. Wederom richting de Bergplaats. Oké, en dan is hoeveel kilometer hebben jullie er dan op zitten als die hele tour toch voltooid is? Ja, dat is om en nabij de 175, 185 kilometer. Ja. Ja. Oké, en dan kunnen jullie je lekker uitleven, een beetje sportief rijden. En, want als ik de motoren zo zie, de Buikschuivers. Ja, hè? We zijn inderdaad sportieve rijders. Maar wel, we rijden wel veilig. Hè? We houden rekening met de medeweggebruikers. We gaan niet allemaal op. We rijden gewoon lekker door, lekker vlot, goed, gewoon lekker Buikschuiven. Dat is onze rijstijl inderdaad. Ja. Helemaal super. Het is alleen jammer dat jouw mede-initiatiefnemer en drijfveer achter deze toertocht, Mark, ja, niet aanwezig kan zijn. Hij moest vanwege zijn werk elders vertoeven. Ja. Die zal wel behoorlijk balen, denk ik. Die baalt ontzettend, absoluut. Ja, we hebben wel dagelijks contact met hem via media. En wegens omstandigheden zit hij vast in het buitenland. En hij baalt er ontzettend van, wij balen ervan. Gelukkig kan hij straks wel mooie video's en foto's terugzien. En alsnog een beetje meegenieten hopelijk. En de volgende keer is hij er gewoon bij. Ja. Hebben jullie al enig idee wanneer dat de volgende toertocht in de planning zit? Ja, onze volgende tocht wordt een kampeertocht. Ik moet de exacte datum eventjes, die moet ik je schuldig blijven. Maar dat is, nee, ik weet het wel, 31 juli gaan we richting de Vogezen in Frankrijk. En dan gaan we met een kleine delegatie gaan we echt kamperen. Ja. Ja. En dan gaan jullie door de Vogezen rijden en daar genieten van het landschap en hopelijk het mooie weer. Dat is zeker te hopen. En als het weer mee zit, dan gaan we inderdaad wederom genieten van een prachtige motorrit. Ja. Helemaal super. Ik dank jou hier voor dat korte interview. Nou, graag gedaan. Ik wens jou vandaag en ook in de toekomst natuurlijk, mede namens alle kijkers, heel veel veilige kilometers. Dank ik hoop dat jullie nog heel veel mooie tochten kunnen organiseren. Dank ik vind het een hartstikke mooi initiatief. En laat dit het begin zijn van iets heel moois. Juist, heel veel succes. Goed, groetjes. Ja. Dankjewel. Oké, bedankt. Dankjewel.